We staan bij Johan. Hallo. En bij een Honda Fury. Een 1300 Fury. Een 1300. Als je, het zo, als je hem zo ziet, zou je denken, het is wel een 1800. Ja. Wat een ding. Ik vind het een van de mooiste choppers. Heel veel mensen denken dat dit een eigenbouwmotor is. Ja, dat geloof ik. En dat hij niet zo, als hij hier staat, origineel door Honda is geleverd. En dat is wel het geval. Deze motor is compleet origineel, zoals die vanaf de fabriek komt. Maar Honda is hier toch een beetje in meegegaan met de custom bouw? Van wij maken een motor die er als custom uitziet? Ja, ze wilden natuurlijk in de tijd van, nou ja goed, al die custom bouwers die je dan op Discovery ziet. Paul Senior. De American Chopper. Dacht Honda van, hé, laten wij ook eens iets gaan doen, iets extreem zeg maar. En ze hebben daar de Fury van gemaakt, zeg maar. De Fury is gebaseerd op de VTX 1300 Shadow. Het is een 1300 cc motorblok met een cardan. Het frame is compleet anders. Het is echt een one-off, zeg maar. Hier zijn ook maar een beperkte oplage van gemaakt. Ik weet niet de exacte aantallen, maar je ziet ze eigenlijk heel erg weinig. En je ziet ze vaak in blauw. Ja, en die blauwe zijn meestal Amerikaanse import. En dit is een origineel Nederlandse motorfiets. Want Amerika heette de Fury en hier heet die gewoon de VT 1300, toch? X, ja. Een dikke band ook, Johan. Ja, ja, het is een brede band. 205 zit erop. Zo. Hij heeft wel ABS. Okay. Honda was daar best wel vroeg mee. Dit model is van 2010. Een 1300 2010? Motor. 2010, ja. Goed, hij is al, dat verwacht je niet. Hij is al 4 jaar oud en dat zie je er ook niet aan af. Hij heeft ook heel weinig gereden hoor. Volgens mij heeft deze nu nog geen 8000 kilometer gereden, even uit mijn hoofd. Ja, 8400. Ja. Mooi hoor. En wat mij wel opviel, Johan. Ja, het is vergroond plastic. Ja. Ja, er zit heel veel kunststof aan. Hij weegt waarschijnlijk de helft van een Harley. Hij is een stuk lichter, inderdaad. En hij roest niet. En hij roest. Nou goed, ik weet je, je moet het zo zien. Dit soort motoren worden door mensen gekocht die iets anders willen dan anders. Je ziet ook aan de lengte van de motor dat het niet een fijne motor is om mee te sturen, zeg maar. Je hebt heel snel de voetsteunen aan de grond. Keren, dat is een beetje een probleem. Je hebt 4 baas mee nodig. Ja, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk wel een beetje gebaseerd op Amerikaanse wegen. Rechtdoor. Het zal niet een stuurfiets zijn. Nee. Maar het is wel iets speciaals. En je ziet ze erg weinig. Je denkt ook dat die op een of andere manier heel laag is. Maar ga er maar eens op zitten. Je zal zien dat het een typische Honda is die gewoon wel goed gebouwd is. Hij zit wel lekker. Ja, hij zit niet als een doorsnee chopper, zeg maar. Nee, je hebt de stuur precies de juiste hoogte zitten. Het is een heel ding, hè? Ja. Het is een mooie, smalle druppeltank. Ja. Ja. Ik vind het wel. Ook weer een nadeel, hè? De actieradius is niet zo heel erg groot. Dus, nee, dat zou heel veel liter zouden erin gaan. Ja, van terras naar terras zal ongeveer een 4 liter. Ja, nou, ja goed. Daar gaat wel wat meer in. Maar, zeg maar. Zullen we hem eens even aandoen, Johan? Ja, doet hij het wel? Ja, als het goed is zou hij gewoon moeten gaan lopen. Moet ik ook choken? In dit geval is het automatisch bij Honda. Wel even de koppeling inknijpen. Heb ik. Als de lampjes gaan branden, dan staat hij op contact. Het klinkt wel een beetje lief, hè? Ja, hij is wel heel... Maar zoals ik zei, hij is volledig, heel mooi. Volledig origineel. Ja. Zo stil, echt Honda, hè? Ja. Je hoort geen kleppen rammelen, je hoort helemaal niks, het draait gewoon perfect. Ja, je bent gewend bij zo'n motor dat de hel en de hemel vergaan. En bij deze kun je gewoon een gesprekje voeren terwijl die loopt. Kan je een dag rijden zonder dat je stokdoof wordt. Ja. Ik vind hem prachtig. Ja, dat is altijd een kwestie van smaak. Er zijn heel veel mensen die vinden choppers, het prachtig. Choppers is altijd een kwestie van smaak. Er zijn zoveel. Maar gewone motoren zijn natuurlijk ook heel veel types.
Nou, ik vind het ook altijd lastig. Hè? En een shopper is natuurlijk in het algemeen gebaseerd op de smaak van degene die hem heeft gebouwd, zeg maar. Ja, ja. En dat is niet altijd direct op de smaak van andere mensen. Nee. Want ja, weet je... Je pakt vaak maar een hele kleine groep. Ja, ik vind het erg lastig om een eigen bouwvoertuig te waarderen op wat het is, zeg maar. Ik hou het liefst van originaliteit. Nou ja, wat mij opvalt is dat je als mensen een motor te koop zetten, dat ze er dan vol trots bij zeggen van dit is niet standaard en dit zit erop en dat heb ik erop gezet. Maar voor het verkopen is dat helemaal niet handig. Nee. En er staat soms ook nog bij motorblok gereviseerd. Ja. Ja, en dan blijf ik er sowieso al vanaf. Ja, dan heb ik al zoiets. Dan is dat dus een keer nodig geweest. Precies, en wie heeft dat dan gedaan? Ja. De buurman. Ja. De Honda Fury. Volgende week een hele dikke scooter. Ja, die zijn er ook.